hopen vanavond elders over te spreken dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Dan zeggen heel veel mensen, zie je wel, zalig worden, ga nauwelijks. Nou, dat wordt er helemaal niet mee bedoeld. Het gaat er over Gods kinderen. Dat ze door veel verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk van God. Dat is geen dubbeltje op zijn kant. Maar het is wel een geworstel. Het is wel een strijd. Nog even voor de duidelijkheid, dan ga ik weer naar mijn tekst. Niet om behouden te worden. Niet om te weten, ben ik wel een kind van God? Maar als je mag weten dat je bij Christus mag horen, dan komt er een strijd. Dan krijg je te maken, echt te maken met de duivel. Met jezelf en met de wereld om je heen. Dan moet je hindernissen nemen dat je het soms opdreigt te geven. En dat je zegt, ik stop ermee. Ik kan er niet langer meer tegenop. Laat ons de loopbaan lopen. Schrik niet af vanmorgen of nieuwjaarsmorgen. Als u hoort van alle beproevingen en verzoekingen waar Gods kind doorheen moet gaan. Maar ziet uw ziel geborgen te vinden in Christus. Dan zorgt God voor de rest. Want in het koninkrijk van God zijn er twee kanten. Aan de ene kant is het strijd om in te gaan. Aan de ene kant is het, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Aan de ene kant is het, in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. En hoeft Gods kind niks te doen om thuis te komen. Dat is één kant. Aan de andere kant is het, wees sterk en heb goede moed. En wees niet versaagd. Wees niet twijfelmoedig. Maar recht uw rug. Een strijd om in te gaan. Dat is de andere kant. Dat staat ook in de Bijbel. Aan de ene kant is het, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Niemand. Aan de andere kant is het, wees waakzaam. Wees alert. Val niet in slaap. Laat je niet verleiden. Daar op de loopbaan die je moet lopen.